Goed. Jut en Jul. Die doen de intro van de video van deze week. Ik weet niet of jullie hier de huikelwijzer van worden. Goed, vertel even wat we deze week in de weekvlog hebben, jongens. Kim die op sterren gaat springen. Yay. Fabienne... Top waar de YouTubers leuk vindt en dat Fabienne een kampioentje wordt. Ja, misschien kan Kim ook nog iets zeggen. Ja. Kim, zeg jij even wat? Doe jij maar Fabienne nog een keer. Fabienne heeft het NK gereden, die is vierde geworden. En die heeft nu een hele grote beker. Woehoe. Nou, en dan kunnen jullie zeggen van veel plezier met kijken. Veel plezier, we zijn nu bij Verona, dus... Ja, loop maar. Even wachten! Na, 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 na. Like this before, it leaves me craving more and more. Can't describe why I feel this way. It seems to me that things have changed, that all my wants are rearranged. Whether I'm awake or in my dreams, my dreams, my dreams. What do Goed, we hebben pech. We staan met de auto langs de snelweg, de Nieuwe Fort, en worden door de ANWB geholpen. En ik laat wel even zien. Kijk dan hoe gaaf. De auto wordt gewoon zo, hoppatee, op de trailer geladen. Er zit een ding daar. Ik wist niet eens wat er bestond, maar daar wordt hij aan getrokken. Dan heeft hij daar een motor. Kijk, en dan gaat de auto. Gaat er gewoon zo op. Dan mogen wij zo bij de ANWB instappen en dan worden we naar Ridderkerk gebracht. En natuurlijk is dat de dag voor het paarden YouTube live event en dat we net bij Verona zijn geweest. Gaat die wit worden? Ja, kijk. Zullen we helemaal warm zijn? Kijk. Ah ja. Hallo, Terry. Hallo. Niet fijn? Nee. Ging die er gelijk op? Ga wat? Wou die op de spuitplaat? Nou, ik moest hem lokken met snoepjes maken. En toen deed hij het wel? Ja. Oh. Ze ruikt wel lekker. Maar helemaal waar ik ben. De spuitplaat? Die wordt wel schoon. Zo, we zijn aan het inpakken. Dit is het V-wagentje. En ja, onze auto heeft het weer begeven, hebben jullie net al gezien. Dus nu zit hier spullen in. We hebben hooi. En ja, we zijn gewoon bezig met de boel in te pakken. Tess heeft extra joppers. Prachtig. Oh, die zijn wel heel mooi. Ja. Woehoe. Heb Kim weer gehad? Ja. Heb je dankjewel gezegd? Ja. Goed zo. Nou, Kim heeft haar hart voor paardenjas aan. De hart voor paardendeken gaat erop. Hij zit ook echt lekker. Hij zit echt lekker, zegt ze. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik heb hem nog niet.
Ja, je hebt hem nog niet. Kom nog. Nou, alles staat klaar, dus we gaan inpakken. Wij gaan met het wagentje naar het paardje besluiten. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. Kijk, ze hebben de schoenen gepoetst. Feestkapjes. Je mag erin. Zo, de andere dames zijn ook klaar. Hinja is er klaar voor 5. De tas mag je achterin het veewagentje gooien. En Alvin komt eraan, dus dan, ik denk dat ze er gewoon maar in gaan zetten, kind hier niet. Ja, anders worden ze wat. Veel langer vind ik het ook niet leuk, denk ik. Nee, gaan we doen. Gooi er maar in. Hop maar. Ja, het schot moet gelijk dicht. Oh, oké, okay, dan doe ik dit weg. Zo, we zijn er allemaal klaar voor. We gaan naar Ermelo. Christine die rent zo ongeveer weg, maar je moet vandaag de hele dag op video. De dames gaan nog even plassen. De dames gaan plassen, Rick is er klaar voor. Iedereen heeft zijn, zijn draaiboek. Ja, is net geweest. Tessa. Dus Tess is ook net geweest. Weet je zeker dat je net geweest bent? Ja, dat weet ik zeker. Dus de paarden staan ingeladen, de auto staat klaar. En nu gaan we naar Ermelo. We staan in boksen. Ons eten wordt geserveerd. En we zijn hier met z'n allen om even een hapje te doen. Kim die weigert de datjes af te geven. Die moet je weer teruggeven als je die wil. Dus we gaan even lekker eten. Nou. En vertel even in het kort, wat kunnen we verwachten behalve dat hier in de bank van alles gebeurt? We zien daar bijvoorbeeld ook sterkjes, dat zijn jullie. Hey, wat verwacht jij van deze dag? Ja, ik denk dat het heel leuk wordt en ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. Als family, nou stel je even van links naar rechts voor. Hallo, ik ben Rick. Hallo. Rebecca. Kim. Tessa. Tessa. En zijn jullie ook één grote familie? En wat gaan jullie vandaag in deze bak laten zien? We gaan een race doen, dus kom gewoon vooral kijken! Oh, mooi, leuk, lekker enthousiast. En weer geen vlogcamera erbij. Nee, maar er wordt ook gevlogd, toch? Of niet? Ja. Er wordt van afstand ook gefilmd, dus dat komt helemaal goed. Zeker, ja. Dat komt gewoon vandaag, hier. Vandaag online, oké, afgesproken. Hart voor dieren, geef ze een applaus. Hart voor paarden, ja. Maar ook voor dieren, toch? Ook voor dieren. Nee. Verliede de Jong. Daar zitten Kim en Tess en Rebecca handtekeningen uit te delen. Er staat een wachtrij van allemaal mensen die met ze op de foto willen en handtekeningen willen. Hier staan nog een paar steentjes. En daar is de losrijbak. En Maaike en Fabienne zijn even Sterre en Henja aan het zadelen voor ons evenement, zeg maar. Nou, hiernaast heb je die andere hal. En die staat ook nog helemaal vol. De wonderen zijn er weer nog niet uit. Henja is Sterre aan het likken. Nou, nu zie je het natuurlijk even niet. Stel je voor dat als ik ga filmen dat ze het ook doen. Maar net stond Henja uitgebreid Sterre af te likken. Wat natuurlijk ook wel weer een beetje gek is. Maar ook wel weer heel schattig. Ga je doen? Zeker. Oh, maar wat ga je hier doen? Zeker. Ja, dat heb ik begrepen dat je een zeker. Oh ja, ik ga hier in de les. Ah, dank je. Bij wie? Ilse. Zin in? Ja, Sterre, die denkt van, weet je wat jij doet? Pak hem zelf wel, hè Sterre? Kom maar hoor. Hier, wil jij hem? Hapje. Nee, je. Nee. Doe niks aan. Nou, veel plezier. Ja. Tot straks. Tot straks. Dat vind ik eng.
En lekker eventjes nog buiten uitstappen met die stirrimirrie. Ja. Vandaag weer op bezoek bij Veroontje. Gisteren vond ik er iets minder. En toen zei de arts ook van ja, het schommelt toch een beetje met de temperatuur. Dus we gaan niet te snel nu en niet te snel naar huis toe. Vandaag heb ik het idee dat ze weer wat, ja, toch ietsje actiever, nieuwsgieriger en vrolijker is. Ik heb net maar even Sky Radio opgezet. Bij ons op stal wordt natuurlijk ook in de stallen wel muziek gedraaid. En met springen is er bij ons ook altijd muziek. Dus eigenlijk is er heel vaak muziek. En het lijkt ze ook wel prettig te vinden. Ze heeft lekker het luik open daar. Dus dat scheelt ook. Toch, ja, een beetje een warm beentje heeft ze. Aan de ene kant achter. Dus daar, die houden ze ook in de gaten. Dus al met al gaat het eigenlijk wel heel goed, maar we zijn er gewoon nog niet. Ik denk wel dat we rustig kunnen aannemen dat ze lekker naar huis komt, alleen wanneer, dat is nog niet helemaal duidelijk. Helaas kon ik alleen 's avonds, overdag moet ik natuurlijk ook gewoon werken. En kan ik dus niet 3 keer per dag naar Utrecht, wat ik wel zou willen, maar dat gaat dus helaas niet. Roodje, laat eens even kijken, kom eens even hier meis. Nee? Ja, daar is ze al. Even lekker aan het eten. Dus ze mag al best wel weer veel. Dat gaat allemaal goed. Ze hebben het ook allemaal nagekeken of het goed gaat. En dat is ook zo. Dus al met al kleine stapjes vooruit. Af en toe een klein stapje terug. En dan gewoon weer een stapje vooruit. En daar is ze weer. Monstertje. Daar gaat ze. Volgens mij moet ze om een pion heen. Maar Ster gaat er wel omheen. Gaat het goed? Als je een keer wil oversteken. Zo, het is weer bezoektijd. Nee, ik heb niks lekkers, sorry. Oh, nou heb ik het ook gelijk afgedaan natuurlijk. Ze ziet er vandaag wel weer wat fitter uit. Flink aan het eten. Yeah. Je zit alweer bijna op een volledig rantsoen. En op zich, volgens mij gaat alles wel redelijk oké. Okay. Yeah. Oh, die wil je niet in beeld vandaag? Niet aan mijn ziektebed. Oh, oké. Okay. Nee, wat dan? Nee. Dus ja, de vooruitzichten zijn wel positief. Moeten we nog eventjes wachten, maar hopelijk mag ze dan zondag naar huis. Het is een beetje lastig vloggen momenteel. Moet ik heel veel heen en weer rijden in de auto naar Utrecht. Maar ook omdat ja, het evenement is geweest, het Paarden YouTubers Live Event. En ook Vroontje natuurlijk. En ja, het is een beetje de auto die heeft het begeven, zoals jullie in de vlog van het weekend, of in deze vlog kunnen zien. Dus het is een beetje veel en ik merk dat ik vergeet om steeds eventjes een update te geven. Maar goed, nu denk ik eraan, samen met Sterretje. Kun je er zien? Daar is ze. Sta ik nu eventjes te wachten tot de paddock vrij komt en dan mag ze er lekker in en jij ook. En nou, dan vanmiddag gaat Kim springen. Ik ga naar Utrecht. Tess die heeft even andere dingen te doen. Dus zo ziet donderdag eruit. Morgen, dan gaat Tess natuurlijk gewoon weer rijden. Ga ik gewoon weer naar Utrecht, dus vrijdag. En ik hoop echt dat ze zaterdag of zondag Vrona naar huis toe mag. Nou, ik ga nu in ieder geval Sterf in de paddock zetten en Henja even halen. Ja, doe het maar. Hi. Ik ga vandaag met Ster springen in de springles. Kan je het aan, Ster? Ja, ze kijkt nog vrolijk. Gaan we zien vandaag of ze het aan kan. When I feel bad, I try to hold it, hold it. Ze is verhuisd naar een andere afdeling van de intensive care af en nu
Staat ze op een gewone stal voor de laatste momentjes. En ze lijkt ook wel gelijk een stuk vrolijker. Ja, ze begroeten me weer. En ja, honger in de buik blijkbaar. Dus nou, ze lekker even te eten. En ik ga maar even lekker poetsen. Hopelijk mag je dan zondag lekker naar huis. En Tess is lekker in de les aan het rijden. Het is natuurlijk wel prachtig weer. Dus helemaal goed. En dat is zo gaaf van onze manege. Dan kan je dus gewoon boven naar je kind kijken. Hoe leuk is dat? Dan heb je compleet overzicht. Zo. Sowieso heerlijk hier altijd. Fantastisch. Verona heeft bedacht. Daar is mijn eten. Nee. Gewoon niet. Ga stoet. Maar achteruit. Nou, de meisjes zijn er. Dus die kunnen vandaag poetsen. Ga het dus even vliegen vangen, ja. Hey. Zoals je ziet is ze een stuk drukker geworden weer. Nou, nog een paar dagen en dan mag ze naar huis toe. Lekker ding. Nee? Dat is toch geen poetsen? Trouwens, die is voor de benen. Ron denkt ook. Even serieus. Polonaise aan mijn lijf. Nou, ze zijn nog niet erg opgeknapt. Ze zijn nog steeds een beetje raar. Maar goed, kom maar. Nou, bedankt voor het kijken. Geef vooral een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus doei! Doei. Hoe ver ga jij je duim wel zo doen?